Lint is gespannen, dames en heren. De deelnemers komen de baan op. Draaien en de start is gevallen. Paarden zijn onderweg en het is een hele vlotte start aan de buitenkant van Hampshire F. Boko. Die pakt heel makkelijk de leiding. Tweede plaats voor Heger de Lange. Derde aan de relingzijde is Fulrich van Assen. Hele slechte start en die springt nu ook weg. Is voor Calaminta. Calaminta verliest te veel terrein en zo gaan de paarden de eerste bocht door. En dan leidt Hampshire F. Boko. Hampshire F. Boko is de leider. Hampshire F. Boko komt als eerste de rechte lijn overzijde in. Heger de Lange ligt tweede. Derde plaats Fulrich van Assem. Vierde plaats voor El Salsa. Vijfde plaats Happy Hollandia. Daarachter op anderhalve lengte volgt Favorit Tattoo. Heeft een aardige start gehad. En daarachter volgt Ian Stardust. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Daar komt de eerste tussentijd aan. Uit stilstand zou Storm zeggen. 1:19 rond. Paarden gaan de bocht in en de nummer 2 is eruit. Dat is het paard van Jaap van Rijn die een galoppaarden maakte. Galop nummer 7. En nu is ook de 7 eruit. Dat was Ian Stardust. En zo wordt het veld aardig uitgedund, want Calaminta waren we ook al kwijt. Deelnemers komen zo meteen de rechte lijn voor de tribune in. En het tempo is onveranderd en redelijk hoog en het wordt gemaakt door Hampshire F. Boko. Hampshire F. Boko als eerste in de rechte lijn voor de tribune. Daarachter op de tweede plaats volgt dan Hey Gerrit de Lange. Daarachter is het Fulrich van Assem, die wordt gevolgd door El Salsa. Dan de favoriet Happy Hollandia. Hugo Langeweg denkt, ik ga eens kijken in het tweede spoor, er is toch niks te doen. En dat tweede spoor, dat wordt nu alleen gevuld door hem en die gaat aan de buitenkant naar voren. De plaats daarachter is nog altijd voor Ian Stardust. Paarden ronden de rechterbocht, de runnersbocht. En daar verandert weinig, behalve dat de favoriet aan de buitenkant naar voren komt, Happy Hollandia. Maar tempo vooraan ligt vrij hoog, sterker nog, het ligt zo hoog dat Happy Hollandia echt zijn best moet doen om echt naar voren te komen. Ligt toch altijd op plek 3 en zo zijn de deelnemers in de rechte lijn overzijde. Eerste kilometer ging in 1:18:07, maar dat was wel met bandenstart, met stilstaande start. En dat is wel aardig hard en het is aan de buitenkant Happy Hollandia die nu dichterbij komt. Komt op plek 2 en zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Daar leidt nog altijd Hampshire F. Boko, de buitenkant Happy Hollandia. En die zet echt de tanden in Hampshire F. Boko. Daarachter aan de relingzijde heen Gerrit de Lange. De rest heeft het moeilijk en we zijn halverwege de Tjarda-bocht. Hampshire F. Boko aan de binnenkant, buitenkant daarnaast Happy Hollandia. Happy Hollandia helemaal daarnaast en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En het is nu Happy Hollandia die overneemt. Happy Hollandia pakt een halve lengte, pakt een lengte. Happy Hollandia pakt anderhalve lengte. Je voelt hem al aankomen. Happy Hollandia, daarachter strijd om de plaatsen. Heen Gerrit de Lange gaat naar plaats 2. Daar komt zelfs El Salsa aangevlogen. Die vliegt en die wordt 2 achter Happy Hollandia. Derde plek aan de relingzijde, heen Gerrit de Lange. Vierde Fulrich van Assen. En de